Ik ben Peter Goossens, chef van restaurant Hof van Kleve, Kruishout in België. We hebben 3 Michelinsterren en 19,5 in Gumio. Het gerecht dat we voor u gaan klaarmaken is een tartare van langoustines met komkommer, ponzu en zeealgen. Dus voor de tartare van langoustine hebben we natuurlijk uiteraard super langoustines nodig, die ongelooflijk vers zijn. Die worden fijn gesneden in een tartare, maar toch nog niet in een cutter gedaan, zodat je nog de stukjes langoustine ziet. En dan worden die gekruid, peper, zout, limoenschil, limoensap en een klein beetje soja. Zo worden die dan gekoeld en dan in plakjes gedaan, in ronde schijven. Dus onderaan hebben we de tartare van langoustines. Daarop komen de algen, komen de puntjes van avocado, die komen daar bovenop, die avocadocrème. Daarboven komt de sorbet van die ponzu, een klein beetje limoenschil. En dan dekken we alles af met een cirkel van radijsjes. En daar rond komt dan de vinaigrette van ponzu, die gemaakt is van ponzu, met een klein beetje sesamolie en met olijfolie. En hier hebben we dan de tartare van langoustines met ponzu, komkommer en appel.